Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe GTA-video. We zijn vandaag voor het eerst met ook Bassie erbij. Bas, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Bas, let's go! Bas, yes! Alles helemaal kapot schelden zo. Fijne kuttelikkes, kom op! Bas, jij hebt dit spel nog gespeeld, of wel? Wat zeg je? Jij hebt dit spel nog gespeeld, of wel? Nee, nee. Oké. Okay. We beginnen meteen? Daar gaan we. Hoe moet ik rijden dan? Driehoekje. Nee, R2 met driehoekje geboost. Driehoekje is boost. Je moet precies op go moet je op R2 drukken, Bas. 3, 2, 1, go. En op go moet je gas geven. En dan bij de eerste checkpoint moet je op driehoekje drukken. Nee, maar dat is hier naam van spelers, zag ik net. Oké. Okay. Hey, trouwens, als wij 10.000 likes halen, neem ik de volgende aflevering naakt op. Want die komt namelijk op het kanaal van Frank. Ja, zie je toch? Ik zal je een klein geheimje vertellen. Ik heb nu geen broek aan. Dat meen je niet? Ik ook niet eigenlijk. Nu kan ik me niet meer focussen. Milo heeft zijn titel al, hoor. Rob is naakt. Hey, maar ik sta niet laatst op dit moment. Nee, maar ook niet eerste zo te zien. Hopelijk houden we dit voor een show. Ah, kutzooi! Oh, helaas. Bah. Wat is dit? Op het dak! What the fuck is dit? Nee, ik flikker! Ik ben ook gekregen. Nee. Hallo, daar ben ik weer. Hey, Frank, flikker, wat doe jij? Ik zie ze ook vallen naast me. Ik zie hem weer aan me mee, hè? Dit is ook wel een leuke eerste race voor Bassie. Waarom moet ik heen? Ja, ik ga ook niet rekening houden met de beginners. Ja, we hebben natuurlijk gewoon op ons niveau. Hij wil meedoen, ja, prima. Ja. Wow. Okay. Je moet ook helemaal geen uitzondering erin maken. Heeft iemand die jump al gehaald? Ik kan een parkeergarage neer. Parkeergarage, wat ben je allemaal aan het doen? Waar moet ik heen? Naar boven daar. Je moet je jump halen, jongen. Nee, ik rij wel gewoon normaal door. Ik sta tweede. Ja, dat denk je, maar je bent gewoon over de grond, die gast. Ik sta tweede. Ja. Dit is zo'n race die ik gewoon na een uur nog niet heb gehaald, omdat dan voor de video het zo benodigd is. Dit is echt een tering moeilijke race. Dit is niet normaal. Zal ik mijn gameplay opnemen, Milo? Ja, iemand had ondertussen rustig gebeld. Ik heb er geen idee hoe ik nu aan het rijden. Maat, ik zie mensen voor mijn neus gewoon vallen. Wat is dit? Ja, ben je daar al, rij je daar naar boven? Je moet daar naar boven rijden. Nee, hoe dan? Ja, ik heb hem! En hou je bek. Die eerste tenminste. Oh, wacht. Ja, iemand anders ook al, tweede. FC Holstad, dat is natuurlijk weer eerste. Ik ben er bijna klaar. Maar hoe kom je over die Ja, ik heb hem. Nou, ik zit niet eens in de lucht. Ik weet niet eens wat ik allemaal aan het doen ben. Moet wel twee lap voor me. Bas, dit gaat ook heel lang zo zijn. Je moet gewoon eventjes wat video's kijken van mensen. Je moet een beetje jezelf educeren. Heerlijk. Oké. Ja, ik denk dat ik dit morgen vroeg nog steeds niet gehaald heb. Milo, wat heb je weer voor kutzooi uitgekozen? Hoezo, dit is helemaal geen goede race. Prima race. Dit doen we elke week. Een makkelijk race. Oh, ik weet hoe je kan respawnen. Oh. Met vierkantje toch? Yes. Nee, met pijltje omhoog. Hè, wrong way? Heb ik de afslag gemist? Nee. Waarom zegt hij dat ik derde sta dan? Want ik word opgeleerd. Want jij dan het dichtst bij de checkpoint bent. Horizontaal breed het dichtst bij de checkpoint bent. Ja, wat is dit voor hoerenspel? Wat is dit? Ik val elke keer op de grond. Wacht, jullie nu lappen, lekker. Oh, het is ook twee laps ook. Maar hoe haal je die flip naar die volgende jump? Rob, ga eens weg. Hoe bedoel je? Je moet gewoon... Had die Bas weer midden op dat ding? Tegen die rand aanstaan. Het is toch eigenlijk vrij makkelijk. Ja, maar je moet draaien. Ik draai elke keer niet. Ik snap er niks van. Wat doet die Bas van achteruit? Bas, ga eens weg! Bas, kutveentje! Wat zei je? Ik had dief nou eens af, joh. Dat platform. Wat? Ik zie zo tegen elkaar aan weer beuken. Gaat nu nooit lukken dan. Ik heb te weinig pk, ik kon er niet opkomen, maar ik lig wel op de grond. Wat is dit, joh? Roos al finished! Ja, nee! Ik kijk wel met jou mee even, Bas. Maar ik maak op een manier die draai niet. Ja, je moet echt van je eigen ja, wat is dit? Oh, huh? En nu heb ik hem in één keer. Bas, respawn, hou driehoekje ingedrukt. Oké. Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? Op het moment dat je niet hebt gehaald, gelijk driehoekje indrukken. Precies, rijden naar voren. Ah, ik heb hem in één keer gehaald, trouwens. Ja, ik haal hem nu gewoon ook. Gewoon omhoog rijden, op dat gele stuk. Ja, gewoon recht blijven rijden. Tegen die muur aan rechts. Ja. Hey, maar moet, nu doe je dit vanzelf. Niks sturen, Bas. Niks sturen nu. Moeten er niks twee sturen. Of drie alleen naar links. Oh, alleen naar links sturen. Oh, niet te veel. Ja. Oh. Tweede lap in één run gehaald. Lekker zeg. Hey, maar moeten er twee of drie man finishen? Drie. Oké, Bas, hetzelfde. Maar je moet, als je op die wallride bent, niet te veel sturen. Heel klein beetje maar. Oké. Nou, hoeveel jij hebt wel aan deze tips? Ja, die doe je allemaal automatisch. Die flip maak je ook automatisch, dan kom je automatisch op die wallride. En vanaf nu heel klein beetje naar links, dat is te veel. Oh. Ik snap er echt helemaal geen types van. Hey, weet je, als jullie met de trekker gaan zien, ik kom met de trekker. Waarom zit ik in zo'n snelle auto? Jalli, ga met je meespelen, met jullie kijken.
En nu beland je op die walruit en dan hele kleine tikjes naar links. Heel klein. Niet, ja, heel klein. En dan, heel klein. Ja, dit is goed. En dan draai je automatisch naar rechts. Naar rechts. Heel klein beetje naar rechts. Heel klein beetje. Op dat ding en dan draai je automatisch. Ja. Goed, okay. Jan. Nee, ja, het is gespiegeld nu. Goed zo. Ja. Je hebt de checkpoint. Lekker. Goed, Jan. Ja. En dan tegen die muur. Oh nee. Ik word good. Zo fucking kwaad als een soort van spel. Echt niet. Ik zie die Jan ook bij de eerste, de beste muur, het volgende vol eraan rijden. Bas respawn. Oh ja. Schitterend, hè. Doet hij het weer. Oh mijn god. Oké, come on. We gaan even bij Rob kijken. Nee! Ja! Yes! Ik heb een checkpoint. Ja! Yes! Ik ga meteen bellen. Ja, ik heb ze. Ja! Yes! Jammer, jongens. Is dit de finish? Man? Oh, DNF. Helaas. Helaas. Ha, Kaulo noob! Hij is een noob! Fuck jullie pestkoppen! Zo, Slot, ik vraag aan jou. Ik zit in mijn tweede ronde. Dan zeg je, ja, ik ook. Je hebt nooit de tweede ronde gehaald. Wat een boosie. Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hem gehaald, maar ik heb de verkeerde afslag gemist. Toen heb ik gerespawnd en begon ik weer bij het begin. We moeten met de penetrator. We moeten met de penetrator. Penetrator. Ja, dat doe ik ook. Hé, wie heeft er nou ook oranje? Wie heeft er nou ook oranje gekozen? Ik. Kut, Frank. Ja, maar jullie hebben zeker een veel snellere auto. Ik ben opgelicht. Ja. Oh, maar die walruit hier is heel lastig. Ik zou wel weer een auto... Ja, grap. Het kan dus wat zo, is dit? Het kan dus zo zijn dat je een auto hebt waarmee je een walruit niet kan halen. Dat hebben wij ook al gehad. Dan blijf je maar proberen en dan blijkt het dat het niet kan. Bij deze stond wat nog most cars will work. Is deze nog moeilijker? Is het echt serieus? Hey, de groeten. Godverdomme. Ja. Wel raam. Ja, dat wel. Typisch feentje daar. Oh, ik krijg echt de error van dit ondergrondje. Zo. Dat lijkt net bij profclub, als je dat poppetje niet hebt. Zo, je hebt een veel snellere auto volgens mij, Rob, want ik zit achter je en ik kan je niet inhalen, maar ik heb heel veel traction. Nee, kijk maar, ik glijd namelijk niet uit de... Oh, ik sta in de fik! Traction. Jij, oh mijn god, hier word je dol van, dit beweegt. Oh my lord. Oh, dit is inderdaad heel naar. Oh. Frank super brak aan dat ding. Oh, ja, dat is helemaal. Frank is aan het reven nu. Ik vind het wel een leuke race, moet ik zeggen. Hé, wie is Rolls? Met al die lichten. Rolls, ga je dan in één keer de andere kant op? Nee, jij landde op mij en ik werd afgevuurd. Oh, hey. Dutsie. Ja, maar ik heb twee mensen voor me, maar ik sta wel tweede. Iemand heeft een checkpoint gemist, denk ik. Ah, Bas. Ik sta vierde. Wie is oranje? Ik sta derde. Maar zie jij wel checkpoints van? Ja, ik sta tweede. Ja, ik ben vijfde, ik sta eerste. Maar dat klopt niet. Ik haal die jump weer niet, what the fuck? Hoe kan ik vijfde staan, maar nog wel alle checkpoints aan? Ik sta derde, en er staat wrong way bij mij. Heb je er één keer gemist, hoor? Dat is niet goed. Moet je even respawnen? Wrong all. Nee, wrong all. Nee. Frank, even driehoekje, Frank. Even boost. Maar wie rijdt er achter mij? Wie is oranje? Ik haal die kutjump weer niet. Ik sta nu laatste. Oh mijn god, ik haal die jump weer niet, what the fuck? Maar wie is er oranje? Frank. Dat is Milo. Ik ben twee. Ja, ik ga gewoon respawnen. Ja, ik weet niet wat er is, hoor. Milo en Frank zijn allebei oranje. Dat is weer echt heel soepel gedaan. Jullie hadden me net in. Ja, maar ik lap Bas zojuist. Bro, je hebt een checkpoint gemist, denk ik. Oh, stoerman, Hockey speelt al 500 jaar GTA. Ik 322 nog steeds. Ik kan niet verstaan. Ik ben nu lap van 2 van de 2. Huh? Ja, zie je hebt de checkpoint gemist. Nee, maar ik zweer je, ik was wel gewoon checkpoints aan het halen. Ja, maar ik heb nu gefinished. Ik ben gefinished. Lekker. Nou, dit is een partijtje bizar. Besef dat Raoul dus 3 rondjes doet en in die tijd doet Bas er 1. Ja, maar what the fuck? Ik had die checkpoint. Nou, dit is bizar. Ja, je hebt de checkpoint. Ja, mij ook. Je hebt de checkpoint dus zeker gemist. Ik moet ook nu opnieuw. Ja, ik heb hem ook gemist, maar ik kon wel elke keer de volgende halen, zeg maar. Dat is wel heel raar. Ik zit vast in de tunnel. De tunnel. Hey, Frank, kom in. Nog op. Ja, maar jullie hebben veel snellere auto's, dat is niet eerlijk. Bas. Nou, ik zit bij jou te kijken, Bas. En wie is Pieter? Pieters Best 26? Ja, er waren net mensen aan het spectaten. De nieuwe Leon. Zit er zo'n kut Pieter bij? Ja, hoe kan dat nou? Heb je dat gehoord van Leon? Oh ja. Ja, goed. Lekker jongen. Ja, maar deze auto werkt ook niet mee, moet ik zeggen. Jammer jongen. Ja, kut, sorry. Gaat, maar zeg even welke auto's je moet pakken dan. Ja, je ziet de spieren. Wij hadden allemaal verschillende, hè? Ja. Prima race. Maar Frank, misschien moet je ook niet ontbijten terwijl je GTA aan het spelen bent. kan ook, hè? Hey, nou zit er een random Pieter bij, hè? Hey, klote Pieter. Hij komt die kut Pieter weer. Oh, je hebt custom vehicles aanstaan, aangezien ik mijn custom adder heb.
Ik weet niet, tyfus. Laat ik dat maar niet pakken dan, want dat zal niet heel eerlijk zijn. Taipan? Moet ik de Taipan? Nee, je moet even T20, maar, Bas. Maar van wie is die Pieter nou weer? Ja, ik heb geen idee. Ik weer een van... Frank Sepex. Ik heb een rode T20. Nee, je moet niet rood. Ik ben rood. Oh. Ik ben... Ik pak pink. Schitterend. Ik ga deze fucking hard winnen, dat is niet normaal. Maar Ro heeft lichtpink en die heeft een andere auto. Die heeft een hele gekke spoiler. Pieter is heel boos. Spoiler. Spoiler alert. YouTube, mean to fall out. Oh, kut. Oh! Daar ga ik! Hé, de route. Paar ze pakken elkaar allemaal. Maar er zijn ook twee man oranje. Hé, wie is geel? Pieter. Frank is nog steeds oranje. Ah, Carlo Pieter! Pieter ga ik van de baan rijden. Pieter heeft mij Carlo hard aangereden. Pieter, ik hoop dat heel je familie brandt in de hel. Zo. Zo. Helemaal afpietert. Ik heb echt een soort blinde vlek gekregen voor Pieter. Frank! Jongen, die Pieter die beukt mij gewoon. Wat komt Pieter doen? Pietertje! Hey, Pietertje! Hey, Milo! Pieter is een homofiel. Kom wisselen, jongen. Pieter rijdt dadelijk van de hoge band. Die is leuk, ja. Die is wel leuk, hè. Pieter is een homofiel. Zo! Alle homo's die naar mijn video kijken, Rob bedoelt het echt niet zo. Nee hoor, ik heb Hij is geen homofoob, dat was gewoon een grapje. Milo, ik denk één ding en dat er echt nul homo's naar jouw video's kijken, want anders zo. Iemand een hater. Omdat ik niet lekker ben ofzo. Wat jij kut, ik rijd er vanaf, dat is echt dom. Hoezo, ik mag gewoon kijken als Milo, ik wil. Jij bent zo slecht. Bas, snap jij het of niet? Frank gaat dit toch ook nooit halen, jongen. Hey, Rob, heb je al een checkpoint zo gehaald of niet? Wat bedoel je, Frank gaat dit nooit halen? Wat zit er weer? Heel ver weg. Ik ga even focussen nu. Walroyd zijn niet jouw sterkste punt. Ik heb hem in één keer gehaald gewoon. Ja, maar jij bent zo goed. Nee, maar het is wel... Ja, ik kan ook niks aan doen. Ik ging pronkelijk, maar ik heb hem wel pronkelijk in één keer gehaald. Zo moeilijk des trouwens, ja. Besef dat Bas gewoon eronder door reed. Je moet wel sturen, hè, Bas. Als zeg maar die Walroyd stopt, die maar twee keer eraf. Moet je omhoog. Ik heb hem gewoon gehaald, hoor. Ik weet niet. Oké, goed zo. Lekker, Bas. Klasse, jongen. Dit vind bro, ik echt... Je moet, als je dit soort dingen gaat halen, dan ga je mee. Bro, ik heb leren racen in de streets, dus zonder zuid met de C3, ik wil niks video hoor. In de 8-0-6. Ja. Als je het kan in de C3, dan kan je het ook... net veel PK. PK. Ik zit wel in lange rol. Oh, hij neemt de buitenbocht. Vieze rol. Oh, ik heb zo'n fucking hekel aan mezelf. Ik voel me echt pas gerookt als een boel. Zo'n ik verlie! Jongen, zo'n zieke race dit. Heeft hij een soort soundboard? Prachtig. Daar gaan we. Gaan kom we weer. Kom op! Zulke lijpe lui, jongen, deze race. Zulke zieke delay in deze auto, jongen. Ik zweer, jullie hebben iets met deze auto gedaan, jongen. Ik zweer. Ja, als jullie op die zijkant zitten, houden jullie dan je gas ingedrukt? Ik ga vandaag contact opnemen met Rockstar. Nee, ik zit alleen maar te remmen. Jan, we hebben je gelept. Ik ga vandaag van weer contact zoeken met Rockstar. Rockstar. Jan, Rockstar, ik heb Jan voor me. Jan, rij nou eens door, waarom rij je zo langzaam? Waarom steekt er een lantaarnpaal door dat ding heen? Jan, waarom rij jij op de helft van je tempo? Hé, hey, Pieter! Oh, kut, Pieter. Ik wil niks zeggen. Pieter, hem van de baan. Gekke boos. Ik heb hem weer in één keer gehaald, wat is dit? Pieter, tieft op. Ja. Ik kan hem niet. Je kan hem niet in één keer hebben gehaald. Hoor. Ja, twee keer, ik zweer het je. Ik finish hem. Ja, maar dat is niet één keer. Die Pieter komt weer om mijn neus. Twee keer in één keer. Vuile hond. Oprecht? Je hebt hem niet in één keer gehaald. Jawel? Ja, serieus? Nee. Ja, oké. Okay, Pieter is zo slecht! Ik heb het opgenomen. Holy shit. Ik heb het maar echt... hoe kan het dan dat ik op een gegeven moment achter jou stond en toen voor jou stond? Omdat ik voor de wallride wel gecrashed was. Want ja, ik kan natuurlijk niet auto rijden. Maar die wallride heb ik twee keer in één keer gehaald. Hé, maar boys, wat vinden jullie van het feit dat ik nu derde sta op dit moment? Dat is nu... Kutje! Wat vinden jullie van het feit dat ik als derde ben geëindigd? Ben je gefinished? Nee! Bas! Nee! Nee! Come on! Nee! Let's go! Nee! Kut, Pieter! Come on! Allemaal door die tyfus Pieter ga ik nu DNF halen. Of niet? Nee, ja. Ik denk, vooral omdat jij zelf zo goed bent. Bij wie staat die Pieter nou in de vrienden? Pieter is eigenlijk Johnny. Ja, niet nee! Oh mijn god, Milo! Tief maar op, kutspel! Vieze hoeren race. Yeah, derde, come on, yes! Klote DNF, ja, dan ben je klaar. Fijn dat Frank ook nog leeft. Frank is weg. Hij is echt weg. Ik word de hele tijd een kommetje met ik hoor dat lepeltje nog, ja. Hup, Frank is een bakje met zout aan het wegwerken.
Hey, wel like, hoor. Leuke race. Leuke race. Ja. Pieter volgt Robbie en Frank op PlayStation. Hij volgt jullie, zeg maar. Nou, bedankt, hij mannen. Volgt ons. Ja. Bedankt voor het verneuken van onze video. Kut, start weer. Jullie weten precies welke auto's goed zijn. Nee, daar staat ze boven, stond boven, zeggen wij net. Hey, Frank, we hebben dezelfde. Hi. Hey, Kaulo Magic, maar kut. Oh, sorry. Waarom rij je nou tegen me aan? Bas, die bedoelt hem ook. Helemaal de verkeerde kant op. Hey, Frank Slotta, je zegt niet zoveel, hè? Nee, ik ben gewoon even focus aan de race. Ja, ik ben twee keer DF. DF! Boom! Hey! Nooit eerste staan, Frank. Kloten! Tot het einde. Nee, Frank, nooit eerste staan. Ook nooit eerste staan. Ik zie dat je die tip aardig opvolgt. Nooit finish, weet ik dan wel weer een beetje te veel. Doei. Nou, ga ik die obesipas hier lekker beuken, joh. Ze waren allebei weg, eerlijk. Hou eens op! Kijk, ja, Rob, jammer dit. Ja, ik weet niet, we moesten linksaf en jij ging naar rechts sturen. Zo werkt het niet, hè. Nee, maar ik probeerde die anaconda, die snelle move. Anaconda, klak, klak. Even de snelle schuimbewegingen, begrijp je? Oei, jongens. Mannen, zo schat ik ook die politie van Mavis Wolle, toch? Oh, kut, ik mis checkpoint. 8016. Oh, die komt er wel rijden. Hey. Eens even kijken. Oké, come on. The joyride. Wie staat er nou laatste? Ik heb, heel ver. Ik sta tweede. Ja, ik mis de checkpoint, kutzooi. Dit is echt een hele makkelijke. Nee. Ik verlies. Nee. Dit verdien ik niet. Oh, kut. Nee, dit verdien ik niet. Dit verdien ik niet. Wat doet die auto nou? Ik verlies. Oh. Oh, daar ging iets niet helemaal goed. Kut. Wat doet die auto nou? Nee, dit is weer het gezeik. Dat je hem als eerste niet kan halen omdat je dan die ketchup hebt. Ah. Dat is echt dat is een fabeltje, Milo. Dat is bullshit, dat is echt zo. Ik ben Milo, ik ben zo goed en daardoor word ik gehandicapt. Dat is echt een fabeltje, Milo. Bullshit. Echt een fabeltje. Bullshit, als je vol gas rijdt en je maakt een jump van echt een meter, dan is het gewoon puur omdat je die ketchup wordt tegengehouden. Nee, dan moet je andere lijn rijden. Eentje die je door je neus haalt tijdens de weekend. Ik moet zeggen, ik sta eerste en ik heb hem niet gehaald. Nee, daarom. Je kan hem niet halen als eerste zijn. We hebben last van skill-based matchmaking, denk ik. Nou, ik haal hem ook niet. Jezus, omdat ik vijfde sta. Ik haal hem nu wel, omdat ik derde sta. Dat is het ding. Ja. Precies, oké, dan niet. Precies, Milo, ja. Dan niet. Precies, jongen. Al jullie kale moeders. Hoe sta je dan, Milo? Nu eerste, want ik heb hem nu als enige heb gehaald. Maar ik moet zeggen, ik rij ook die buis in. En ik kom ook bijna niet omhoog, gewoon. Nee, daarom. Als je eerst staat, dan die ketchup, die is dodelijk. Dodelijk met skills. Ik ga... Wie rijdt er nou achter me? Ah, nee, niet. Yes. Hey, obesipassie! Yay! Oh, Jan Slotta, what the fuck? Doei. Hey! Doei, Jan. Nee, dat is zo kut. Heeft iedereen hem nu gehaald? Ik was hem eigenlijk voorbij. Wachten. Maar dit is zo kut, nu kom ik weer als eerste die buis in zo. Nu moet ik weer wachten tot jullie er zijn, voordat ik hem kan halen. Oh, ja. Oh, moet het elke inrijden? Huh? What the fuck? Oh, moet het elke inrijden, leuk. Hey, wat is dit nou weer, Frank, oh, jongen? Oh, superleuk. Jee, dit gaat langzaam. Holy shit, ik ook weer... Robbie, dit gaat langzaam. Ik knal letterlijk tegen jullie allemaal aan. Holy shit, het gaat dit langzaam. Holy shit, inderdaad. Ik heb ook, als het goed is, een auto die snel is, maar daar voel ik helemaal niks van. Doet deze race ook lang, joh, trouwens. Dan moeten we twee laps. Ja, toch? Ja. Lange race. Kom uit die weg, op. Zelfs een Lamborghini heeft er bijna op ik. Kijk ook weer je achter ding. Hoe haalt die seat gewend? Aanduwen! Die moet Johnny ook weer aanduwen. Twee paarden ervoor. Oké, kom op. Ik zit er nog in de race. Hey, moeten we nog een rondje? Ja, ik denk het ja. Dit is fucking lang. Tering zeg. Ik ga het natuurlijk nooit halen. Ik sta eerst en dan moet ik weer die sprong maken. Ben je al gelapt, Milo? Nee, dit is fucking... Oh, nu wel. Ik ben nu tweede lap. Dit is fucking lang. Oké, ik ga nu tweede lap in. Wow. Die gaat de bocht. Jan, lekker. Ga de tweede lap eerst, in Jan. Net onderzoeken. Ga maar even lekker als eerste. Hoezo? Dat is bullshit. We zijn door de tweede lap. Ik kan gewoon die sprong halen. Dat is fucking bullshit. Hoezo? Door de tweede lap? Waarom is dat dan anders? Nou, gewoon. Dat het dan de tweede sprong is. Huh? Ja, ik vind het een goed verhaal hoor, maar het gaat helemaal nergens. Wat zit er in die yoghurt, joh? Yoghurt met een beetje snats vind ik erg lekker. Ik vind de yoghurt met een beetje snats heel erg lekker.
Maar slot met een beetje yoghurt. Toch veel lekker. Ja, Frank, ga ik even kijken hoe jij die sprong gaat doen. Danootje met psychedelica. Dan ga je traag dan opeens. Danootje met truffels. Ja, Frank, haal hem maar. Ja. Hey, boys, ja, ja. Ja, ik haal hem wel. Ja, ja, ik heb hem! Nee! Hatsa, daar gaan we! Hatsa, dat ze! Ze maken mij de pis niet leeg. Hé, hey, hop! Oh, 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 daar gaat die hoeven! Nee! Essie Roelie, I did it for you! Rob, heb je ook dat die auto af en toe te snel is? Dus dat je dan heel hard moet remmen bij een bocht, omdat je anders gewoon eruit vliegt? Ja, hij is niet echt heel erg... Hij ligt niet echt lekker op het baantje. Hij heeft niet veel grip, nee. Nee, hij is geen gripautootje. Ik weet ook zeker dat Milo mij gewoon weer gaat inhalen, want hij is ook niet snel op een of andere manier. Die ketchup, jongen, die ketchup, die komt eraan. Nou, daar heb ik dus geen enkel moment profijt van gehad. Ja, maar omdat ik wel ook wel vrij goed ben, moet ik zeggen, hoor. Dat heeft er ook wel mee te maken, dat zeker. Maar kan jij dit ook? Ja, he he. Wat is dit voor bullshit, jongens? Dus de finish al, toch? Oh, net die goede geland. Kut, komt die rol op. Ja. Oh, de finish! Oh, de finish! Oh, Milo! Finish him. Oh, Milo, wat doet hij nou? Kut! Laat niet worden dit. Ik ga eens achteruit rijden, ik moet meer vaart hebben. Ja, kut! Dit is wat ik dus zei. Die tyfus erop. Allemaal die tyfus erop. Maakt niet uit deze laatste staat, als je maar bij de finish eerst hoort. Rob, jij bent zo'n kutfeentje eigenlijk. Weet je waar ik aan zat te denken? Voor mij was het beter geweest als jij eerst was geworden, want dan had ik deze playlist misschien wel gewonnen. Ja, nou waarom pak je mij dan de rol niet? Omdat het wel gewoon grappig is. Ja, lach maar. Ik krijg jij nog wel. Ik weet zeker dat de kijkers het hartstikke leuk vonden. Dat het hoogtepunt van hun video was. Ik vind Bas, dat je kan meekijken. Die andere twee krijgen weer rustig een DNF. Waar is Pieter als je hem nodig hebt? Hey, Pieter is wel weggegaan trouwens. Hey, Legend Pieter, man. Ja, ja. Kutzooi. Dat was de laatste race. Zijn, ja. Oh, hij wint hem! Hij wint hem! Godver! Come on, hij doet het! Mensen thuis, ik wil shout-out doen aan mijn moeder! Mama, bedankt! Mama, bedankt, eindelijk! Woe! Hey, even het kijken. Snel weer een nieuwe GTA. Nee, ik win! Ik win! Ik win! Mensen, de groeten! Later!